Beste aanwezigen, van harte welkom hier in de zaal. Van harte welkom ook aan onze online kijkers. Fijn dat u er bent bij de presentatie van het WRR-rapport Opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie. We zijn vandaag te gast bij het ECP Jaarfestival 2021 met als thema DigiDo's en DigiDon'ts. En de vraag die hier vandaag in de breedte in al die sessies hier wordt beantwoord is: welke keuze maken we en waar kunnen we gemeenschappelijk, bedrijven, overheden, kennisinstanties en maatschappelijke organisaties doorpakken om de kansen van digitalisering op een verantwoorde wijze te benutten? En het rapport van de WRR dat nu gepresenteerd wordt, geeft antwoord op die vraag als het gaat om AI. Het richt zich op de impact die AI zal hebben op de Nederlandse samenleving, vooral op de langere termijn. U weet allemaal dat in verschillende sectoren in meer of mindere mate AI al aanwezig is. Maar hoe gaat die AI een rol spelen en raken ook aan een groeiend aantal publieke waarden? Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de technologie zelf, het gebruik en ook de kaders? Welke uitdagingen spelen er? En hoe ziet de verantwoordelijkheid en rol van onze overheid eruit als het gaat om de inbedding in de volle breedte van AI in onze samenleving? U vindt dat allemaal terug in het rapport, in dat lijvige, doorwrochte rapport. En het is mooi om te zien dat het rapport ook in de volle breedte is gelezen, dat alle voorpagina's, zowel fysiek als digitaal, volstaan van de bevindingen en aanbevelingen. En het is ook mooi om te zien dat onze demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat vandaag bij ons is om dat rapport te ontvangen. Mijn naam is Marijke Roskam en ik mag u door deze sessie leiden. Tijdens de presentatie en het panelgesprek dat daarop volgt, kunt u ook uw vragen stellen. Niet halve columns kwijt, maar wel verdiepende vragen als u denkt hoe zit dat nou precies. En u kunt die vragen stellen via de QR-code. In de zaal kunt u die QR-code scannen. En voor de mensen die digitaal meekijken, in de chat vindt u ook de link naar die QR-code of naar de site waar u dat kunt doen in Slido. We gaan proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden in de Q&A aan het einde van deze sessie. Maar u kunt zich voorstellen dat, ja, hoe groot dat rapport ook is, hoe veel vragen er ook zullen zijn. Dus we zullen er een aantal sowieso uitpakken en zo volledig mogelijk proberen te zijn. Ik wens u een hele informatieve sessie toe. Nogmaals, dat vindt plaats hier in een zaal, in een ruimte waar veel meer sessies plaats zullen vinden. Dus voor de mensen die wat later binnenkomen, kom stil binnen. Digitaal kunt u natuurlijk aansluiten wanneer u wilt, maar volgens mij moet dat met elkaar zo lukken. Ik geef graag ter introductie een kort woord van welkom aan de directeur-secretaris van de WRR. Mag ik een applaus voor Frans Brom. Dames en heren, welkom. Welkom namens de WRR. Een bijzonder welkom aan minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat, die namens de regering het rapport in ontvangst gaat nemen. Dank aan Arie van Bellen, de directeur van het ECP en zijn team, voor de gastvrijheid. Een welkom aan alle aanwezigen, zowel hier in de zaal als online. Wij zijn hier vanmiddag om WRR-rapport 105, Opgave AI, te presenteren. Ik dank de projectgroep onder voorzitterschap van Corien Prins die dit rapport geschreven heeft. Ik wil haar en WRR-onderzoeker Haroun Sheikh het woord geven om het rapport aan u te presenteren. Meneer de minister, dames en heren in de zaal. Onze online gasten, welkom. Even kort over de WRR. Lange termijn strategie. Dit rapport over AI en publieke waarde gaat over de lange termijn strategie voor wat betreft deze nieuwe technologie. Op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering. Dat betekent dat we met heel veel mensen in het veld, wetenschappers, bedrijfsleven, overheid, leden van het parlement gesproken hebben, ook op de ministeries. En ik wil jullie allemaal, ook online weet ik dat er veel luisteren, heel veel dank zeggen voor alle inspiratie en input die jullie aan ons werk hebben gegeven om tot inderdaad dat rapport te komen. Iets wat meer dan 500 pagina's. En dames en heren, wat voegen 500 pagina's toe aan datgene wat er al ligt? Enorm waardevolle rapporten als het gaat over kunstmatige intelligentie.
Over het economisch potentieel, de technologie, het normenkader, ethiek, recht. Er ligt fantastisch materiaal op tafel. En toen wij de adviesaanvraag van het kabinet kregen, 3 jaar geleden, toen hebben wij onszelf de vraag gesteld, wat is de meerwaarde die de WRR hierin zou kunnen bieden? Een adviesaanvraag ondertekend door welgeteld 13 bewindspersonen. En dat zegt iets over het type technologie. En daarmee heb ik een mooie kapstok om te zeggen wat wij beogen dat de meerwaarde van dit rapport is. We hebben een stap terug gedaan. En we hebben onszelf de vraag gesteld over wat voor technologie hebben wij het hier. En wij zijn vanuit een duiding van die technologie, en ik heb daar zo'n kort filmpje over, gaan kijken in de historie naar eerdere systeemtechnologie, want dat is de term die wij gebruiken, en lessen getrokken. Maar eerst een kort filmpje. Artificiële intelligentie. Een breed fenomeen dat vele vormen kan aannemen. Van robots tot zelfrijdende auto's en van schaakcomputers tot algoritmen op sociale media. Momenteel staan we op een keerpunt waarbij AI steeds nadrukkelijker vanuit het lab de samenleving ingaat. Daarom is het belangrijk de impact van AI te begrijpen. AI is namelijk niet zomaar een technologie, maar een systeemtechnologie die onze samenleving fundamenteel zal veranderen. Net als bijvoorbeeld de komst van de stoommachine en elektriciteit. AI zal, net als eerdere systeemtechnologieën, doordringen tot diep in onze samenleving. Terwijl de technologie zelf continu verbetert en voor innovatie zorgt in combinatie met andere technologieën. Dit maakt AI, behalve veelzijdig en complex, ook onvoorspelbaar. Kortom, tijdens de komende decennia zal een grote maatschappelijke transitie plaatsvinden. We staan voor de gezamenlijke opgave deze transitie goed vorm te geven en te leren van systeemtechnologieën uit het verleden. Om zo in de toekomst zoveel mogelijk van de voordelen van AI te profiteren. AI is dus een systeemtechnologie. Dat betekent, het verbetert zich continu, het is alomtegenwoordig en het leidt tot complementaire innovaties. En dat heeft ook implicaties voor het effect dat AI zal hebben op de samenleving. Dat effect zal complex zijn, langdurig en niet te voorspellen. Dat betekent dus ook dat we dat effect niet kunnen vangen in een lijst met publieke waarden of een inventarisatie van allerlei soorten effecten. Wat was bijvoorbeeld het effect van elektriciteit in het verleden? Duidelijk is dat het ons licht gaf en energie, maar minder duidelijk waarschijnlijk is dat het ook levens redde omdat olielampen uit huizen verdwenen. Dat het de positie van de vrouw veranderde omdat allerlei elektronische apparaten in het huishouden inkwamen. Zo ook met AI. AI zal een effect hebben dat complex is, langdurig en niet te voorspellen. De vraag is dan wel, hoe valt dat proces in goede banen te leiden? Op welke manier kunnen we zoiets complex en onvoorspelbaars toch sturen dat het op de juiste manier in de samenleving ingebed raakt? Daarvoor heeft de WRR een kader ontwikkeld van 5 maatschappelijke opgaven van AI. En dat zal in het volgende filmpje ook kort worden toegelicht. Artificiële intelligentie, of AI, is niet zomaar een technologie, maar een systeemtechnologie die steeds nadrukkelijker onze samenleving zal veranderen. Het is noodzakelijk deze transitie actief vorm te geven. De WRR ziet hierbij 5 opgaven. Allereerst is het belangrijk AI te demystificeren. Met het doorprikken van onrealistische doemscenario's en te hoge verwachtingen leren wij samen de juiste vragen te stellen. De tweede opgave is het contextualiseren van AI. Door scherp te hebben hoe AI gaat werken en te kiezen voor een Nederlandse AI-identiteit, kunnen we een technische en sociale omgeving creëren waarbinnen AI goed functioneert. Vervolgens is engagement belangrijk. Het is van groot belang alle relevante maatschappelijke partijen te betrekken om zo het gebruik van AI te democratiseren en kwetsbare groepen te ondersteunen. De vierde opgave is regulering van AI. Sturen op publieke waarden bij AI vraagt om het afwegen van soms botsende belangen. Daartoe is een strategische en meer integrale wetgevingsagenda nodig, gericht op zowel de korte als lange termijn. Ten slotte is de Nederlandse positionering van AI belangrijk. AI is een mondiale ontwikkeling en met behulp van AI-diplomatie benutten we zoveel mogelijk internationale kansen voor Nederland. Deze 5 opgaven vragen om een brede maatschappelijke en politieke aanpak.
en een andere beleidsinfrastructuur met politieke verankering, zodat de Nederlandse overheid de maatschappelijke inbedding van AI goed kan vormgeven. Meer weten over de opgave? Lees het op www.wrr.nl. Dames en heren, 5 opgaven. Vanuit de redenering, het gaat hier om een systeemtechnologie, onderscheiden wij de lessen uit het verleden, eerdere systeemtechnologieën, 5 opgaven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe krijgen we dat concreet? Wat betekent dat? Wat we in het rapport doen, is allereerst die opgave neerzetten vanuit een andere manier van kijken, een andere manier van denken, een andere manier van redeneren. We noemen dat kort transitie. En bij iedere opgave, u ziet ze daar al staan, hoort een transitie. Demystificatie van beeld, van heel veel beelden over deze technologie, zowel in negatieve zin als in te optimistische zin. Van beeld naar begrip. Contextualisering. Natuurlijk gaat het over de technologie, over AI als techniek. Maar herinnert u zich de auto? Een auto kan niet rijden zonder een snelweg. Een auto kan niet rijden zonder een goede bewegwijzer. Kortom, het gaat ook over de context. En ook daar zit complementaire innovatie. Van techniek naar mede de toepassing. Van monoloog naar dialoog. Het is cruciaal, zeker bij systeemtechnologie, om de samenleving bij het debat en de ontwikkeling en de inbedding te betrekken. Van reactie naar regie. De transitie noodzakelijk op het terrein van regulering. Ik zal er zoiets over zeggen. En onze laatste opgave, de transitie die wij daarbij onderscheiden, is van natie naar netwerk. En Arun zal daar ook nog iets korts over zeggen. Maar eerst, we kunnen ze niet allemaal toelichten in de korte tijd die wij hier hebben, is iets over regulering. Want bij ieder van die opgaven in het rapport zetten we de transitie neer en vervolgens resulteert dat in een 2-tal aanbevelingen per opgave. Een van de 2 aanbevelingen bij regulering koppelt de regulering van AI aan een discussie over de inrichting van de digitale leefomgeving en stel een brede wetgevingsagenda op. Er gebeurt heel veel op dit terrein. We kennen allemaal de conceptverordening die momenteel in Brussel bediscussieerd wordt en tegelijkertijd er ligt nog zoveel meer op tafel. Als u even terugdenkt aan destijds de rol van de overheid bij de fysieke leefomgeving. We hebben vanaf de jaren 60 nota's, de overheid althans, heeft nota's voor de fysieke leefomgeving ontwikkeld. En daarmee een strategie neergezet hoe die leefomgeving Nederland in te richten. Welke keuzes daar te maken voor wat betreft bewoning, voor wat betreft natuur. En nog steeds maken we die keuzes en dat is vanuit een strategische visie. En wat wij hier beredeneren is in feite zijn we met de stappen die we gezet hebben op digitalisering en nu de komst van AI aangeland bij een noodzakelijke discussie over onze digitale leefomgeving. Waar willen we met Nederland naartoe? Zowel wat betreft economisch potentieel, voor wat betreft ethiek. Waar willen we met ons land naartoe als het gaat om AI? Om digitalisering. Kortom, naast alle specifieke onderwerpen, stel een brede wetgevingsagenda op. Arun. Een andere opgave die we in het rapport identificeren is contextualisering. Die opgave gaat over de vraag, hoe zorgen we dat AI in de praktijk gaat werken? Hoe zorgen we dat het functioneert? Corine heeft al even genoemd. En net zoals met die auto, die techniek zelf, kon alleen maar functioneren doordat er technische aanpassingen in de omgeving nodig waren. Pas nadat we snelwegen hadden, tankstations, garages, kon die auto echt pas functioneel zijn. Zo ook bij AI. AI vergt een technisch ecosysteem. Van datacenters, netwerken, chips, maar vooral ook goede datasets. En het is noodzakelijk om AI te laten werken dat het hele technische ecosysteem goed in elkaar zit. Dat kan niet op alle domeinen en de overheid heeft ook niet een rol om daar overal voor te zorgen. Wat wel belangrijk is, en dat is wat de WRR aanbeveelt, is om specifieke domeinen te kiezen. Daarom beveelt de WRR aan, kies expliciet voor een Nederlandse AI-identiteit. En onderzoek waarin de betreffende domeinen aanpassingen aan de technische omgeving nodig zijn. Waar kunnen we dan aan denken? Het kan dan gaan om bepaalde domeinen die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Neem landbouw of transport. Maar het kan ook gaan om domeinen die belangrijke waarden belichamen. Denk aan de zorg of onze ambities op het gebied van duurzaamheid.
Door expliciet te kiezen voor een AI-identiteit zorgen we dat in ieder geval daar de infrastructuur op orde is om Nederland een goede rol erin te hebben. Ik zal ook nog iets toelichten over de aanbeveling bij de opgave van positionering. Positionering beantwoordt de vraag: hoe verhouden we ons internationaal? Dat betreft vraagstukken van concurrentievermogen, maar ook veiligheid. En vraagstukken die ook meer en meer in elkaar overlopen. Wat de WAI hier aanbeveelt is: versterk het Nederlandse verdienvermogen met een AI-diplomatie. Die gericht is op internationale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder binnen de EU. Wat wij observeren is dat als er over AI gesproken wordt, dat heel sterk gebeurt binnen een kader van een internationale race. Een competitie tussen landen waarin iedereen probeert binnen de eigen landsgrenzen, als eigen natie, zoveel mogelijk koploper te worden. Wat nog onvoldoende benut wordt, is het vermogen juist om het eigen verdienvermogen te versterken door samenwerkingsverbanden. Denk aan domeinen als fundamenteel onderzoek. Het CLAIR als instituut is al in Den Haag gevestigd, een Europees verband. Denk aan samenwerking op het gebied van grote Europese projecten op digitalisering. Regulering, standaardisering, allerlei domeinen waar groot internationaal competitie op plaatsvindt, daar kan Nederland inzetten op samenwerkingsverbanden en op die manier het verdienvermogen goed versterken. En ter afronding, of voor ik het rapport overhandig, onze slotaanbeveling. 5 opgaven. En die opgaven die moeten handen en voeten krijgen. Wat wij niet aanbevelen is een ministerie voor Digitale Zaken. Waar wij de aandacht op richten in de slotaanbeveling van ons rapport is: wat voor functies heb je als overheid nu nodig om te komen tot het handen en voeten geven aan die aanbevelingen? En dan onderscheiden we verschillende functies. Allereerst, er moet kennis bij elkaar gebracht worden. Nog te vaak zien wij dat het wiel meerdere malen op verschillende departementen wordt uitgevonden. Digitalisering moet bijeengebracht worden. Kortom, onze slotaanbeveling gaat over een AI-coördinatiecentrum, maar dat staat voor een aantal verschillende functies. Een kennisfunctie, het bijeenbrengen, bij elkaar brengen van kennis. Een platformfunctie. Ook hier ziet u vandaag cruciaal bij ECP hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten. Een richtinggevende functie. Adviserend in welke piketpalen moet ons land staan om het verdienvermogen op orde te houden. Kortom, een AI-coördinatiecentrum wat een aantal functies bedient om de aanbevelingen die wij neerleggen handen en voeten te geven. Op het niveau van de ministeries. En tegelijkertijd zeggen we dat kan niet zonder een politieke verankering. Politieke verankering is juist in deze tijd cruciaal met het oog op snelheid, met het oog op coördinatie, met het oog op politieke leiding geven. Eerder al heeft de Cybersecurity Raad vanuit cybersecurity geadviseerd om via een ministeriële onderraad de thematiek digitalisering neer te zetten. En wij pakken die aanbeveling op, verbreden hem naar digitalisering waar AI een onderdeel van is. Maar de essentie van de redenering is: AI-digitalisering moet op de politieke agenda. En daarmee heb ik een heel makkelijk bruggetje naar onze demissionair minister Blok om aan hem het eerste exemplaar van ons rapport te overhandigen. Hij staat al te trappelen. Dat ziet u. Alsjeblieft, 500 pagina's. Oh ja, we moeten hem natuurlijk zo laten zien. We nemen even de tijd voor een goede foto. Ja? Die staat erop en we zijn natuurlijk benieuwd ook naar de reflectie. Ik sta hier oprecht met heel veel plezier. Niet vanwege de 500 pagina's die ik niet allemaal zelf door ga lezen, maar ik had natuurlijk al een inzage. En het kabinet heeft heel bewust, en maar liefst met 13 collega's, dat was me even ontschoten, maar gevraagd om dit advies. Omdat we het belang inzien, maar ook enorm belang inzien van onafhankelijk, verstandig, wetenschappelijk advies zoals jullie dat leveren. Maar ik sta hier ook als persoon heel enthousiast. Omdat ik in de politiek enorm gedreven ben door de vooruitgang die technologie ons kan brengen. Als we dat op een verstandige manier toepassen en netjes inkaderen in een democratische rechtsstaat. En om dat toe te lichten, zeker op deze mooie historische plek, de oude Fokker Terminal, een beetje nationale trots.
Neem ik u mee in een klein stukje familiegeschiedenis. Politici vertellen graag dat ze afkomstig zijn uit een eenvoudige familie, dus ik ga u niet teleurstellen, ik ben afkomstig uit een eenvoudige familie. En bij mijn oudste herinneringen hoort dat mijn oma, geboren in 1902, mij vertelde dat ze als klein meisje in Alphen aan den Rijn hoorde dat mensen konden vliegen. En dat ze zei, dat kan niet waar zijn, mensen kunnen helemaal niet vliegen. En ze hoorde dat waarschijnlijk, omdat natuurlijk omstreeks die tijd, ergens in Amerika, twee fietsenmakers een levensgevaarlijke vliegmachine in elkaar geschroefd hadden. En dat ding deed het. En hoewel dat kleine meisje niet geloofde dat mensen konden vliegen, waren er nog meer roekeloze types die die dingen in elkaar schroefden. Een heleboel hebben het overigens niet overleefd. Je zag ook, en dat zag ik ook in jullie presentatie terug, dat zo'n nieuwe technologie kan leiden tot verschrikkelijke toepassingen. Kort daarna brak natuurlijk de Eerste Wereldoorlog uit, werden die vliegtuigen ingezet om op elkaar te schieten, bommen te gooien. Maar gelukkig kwamen er ook vreedzame toepassingen, die voor dit kleine meisje dat dacht dat mensen niet konden vliegen, betekende dat zij nog in haar eigen leven heeft meegemaakt dat ze in een vliegtuig kon stappen, omdat dat inmiddels toegankelijk was voor kleine meisjes uit een eenvoudige familie, om op vakantie te gaan of op familiebezoek te gaan. Kortom, een enorme vooruitgang, dankzij technologie, die het leven van gewone mensen heeft beïnvloed. Dat ging niet zomaar, want ook rond die luchtvaart heeft de overheid heel veel gereguleerd. Omdat die dingen uit de lucht bleven vliegen, kwamen er regels voor. Er kwamen internationale regels, net zoals je dat hier aanstipt over hoe doe je dat grensoverschrijdend, hoe kunnen we elkaars kwaliteitsbeoordeling vertrouwen. Er kwamen regels om consumenten te beschermen. Wat erg aansluit bij jullie eerste aanbeveling, kijk nou niet heel angstig naar de kansen die in dit geval AI, die een nieuwe technologie biedt. Wees wel reëel over de risico's die het kan bieden, dus kijk daar waar je het moet inkaderen, waar je het internationaal moet inkaderen. Zie ook de kansen die het voor Nederland kan bieden. Ja, dan kom ik toch op die Fokkerfabriek. Er waren ook Nederlandse ondernemers en wetenschappers die de kansen pakten. En er zijn nog steeds afstammelingen van Fokker die de meest knappe producten maken, inmiddels ook op het gebied van ruimtevaart. Kortom, door op een verstandige, niet angstige, maar ook niet naïeve manier te kijken naar nieuwe technologie, kan je een enorme bijdrage leveren aan verbetering van het leven van heel gewone mensen. Nou, een lang stuk familiegeschiedenis, maar wel om te illustreren waarom jullie rapport me aanspreekt, ons helpt. Natuurlijk komt er ook een doorvrochte analyse van waarschijnlijk weer 13 ministers. Ik vrees dat je ook met AI niet precies kan voorspellen wanneer er weer een missionair kabinet is, maar het zal er ooit wel komen. Maar dat zal ongetwijfeld met een reactie komen. Heel veel dank. Dank meneer Blok, dank Corine en dank Haroon en dank ook aan het team natuurlijk wat dat grote rapport mogelijk heeft gemaakt. Wij praten verder hier op het podium met drie betrokkenen vanuit verschillende expertises en organisaties over het rapport. Streven naar volledigheid doen we niet, want dat zou het rapport ook niet recht doen. Wij praten over onder andere mystificatie, demystificatie, engagement en regulering. En dat doen we met Arie van Bellen, sinds 1997 algemeen directeur ECP, Platform voor de Informatiesamenleving. We zijn eigenlijk vandaag bij hem en zijn collega's te gast. Was lid van de adviescommissie van de Tijdelijke Commissie Digitale Zaken. Betrokken bij het EU-beleid. Je mag alvast opkomen, Arie, hoor. Ten aanzien van de digitale agenda en lid van vele commissies die over dit onderwerp gaan. Mag ik een applaus voor de heer Van Bellen. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, fungerend voorzitter van de vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Een applaus voor mevrouw Leijten. En als derde panelid Senay Gebreab, wetenschappelijk directeur Civic AI Lab. Dat lab is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het ontwikkelt AI-technologie om gelijke kansen op het gebied van onderwijs, welzijn, milieu, mobiliteit en gezondheid, werd al genoemd, te vergroten. En u bent ook universitair hoofddocent sociale intelligentie AI aan de Universiteit van Amsterdam. Dus ik denk dat we een mooi
trio zo bij elkaar hebben om naar dat rapport te gaan kijken. Mevrouw Leijten, ja, u kijkt ongetwijfeld met twee petten naar het rapport. Allereerst als fungerend voorzitter van die vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Een eerste reactie, een eerste bevinding bij dat rapport. En dan als deel B, hoe kijkt u als SP-Kamerlid? Ja, als fungerend voorzitter kan ik eigenlijk niet echt optreden. Dat is een beetje hoe ik dat zie. Het voorzitter van een commissie is iets in goede banen leiden. Het is natuurlijk spannend, die nieuwe commissie. Die moet ook terrein veroveren in de Tweede Kamer. Omvang krijgen, serieus genomen worden. En dat proces probeer ik nu goed te begeleiden. Gaat heel goed. De commissie heeft ontzettend veel bevlogen en leuke leden die staan te trappelen om het eerste beleidsdebat te gaan doen. Dat zou eigenlijk volgende week zijn, maar ik heb gehoord dat dat misschien nog een week of een week later zal zijn. Maar dan kunnen we echt van start. Ja, en als SP-woordvoerder, want dat ben ik natuurlijk ook, ben ik heel blij met het rapport. Omdat ik denk dat dit wel het moment is dat we politiek iets moeten doen. En ik ben niet zo voor een ministeriële onderraad. Maar dat heeft alles met de transparantie te maken die een ministeriële onderraad met zich meebrengt. Of gebrek aan transparantie voor Kamerleden. Maar we komen er vast wel uit hoe we dat moeten gaan doen met de nieuwe regering. Want wij hebben natuurlijk als Tweede Kamer gemeend, we wachten niet op de regering die wel of geen regie neemt. Wij gaan gewoon zeggen, er komt een commissie. En in die commissie gaan we in de breedte over onderwerpen spreken. En echte technische toepassingen in de klas of in de zorg, dat is aan de vakspecialisten. Maar als het gaat over heel veel zaken, dan schiet de Kamer soms de ene kant op in de ene commissie en de andere kant op in de andere commissie. En dat willen we voorkomen in de toekomst. Ik merk ook dan bij zo'n presentatie, en ik kijk ook rond in de zaal, iedereen zit wel behoorlijk serieus te kijken. En we zullen het zo meteen ook hebben over demystificatie. En ook over de beelden die ontstaan die negatief zijn. Welke positieve connotatie heeft u bij AI? Heeft u die? Nou, ik ben een heel relatief nieuw woordvoerder op digitale zaken. Ik heb het natuurlijk op heel veel andere beleidsterreinen waarop ik woordvoerder ben geweest, heb ik het gezien. In de gezondheidszorg hele mooie dingen gezien. Wat ik daar wel altijd heb gezien is dat als het ontwikkeld wordt samen met degene die de zorg verleent en de zorg nodig hebt, dan heb je het mooiste resultaat. Ik heb natuurlijk ook bij de Belastingdienst gezien hoe het mis kan lopen. En die naïviteit ben ik wel kwijt als het gaat over technologie brengt altijd ja, de goede dingen. Ik denk dat de twee voorbeelden die u noemt, die zullen we verder in het panelgesprek zeker ook benoemen. Meneer Van Bellen, waarom vindt u dit vanuit de ECP een relevant rapport? Nou, in de eerste plaats ben ik ontzettend blij dat het rapport er is. En vind ik het ook heel leuk dat het juist vandaag is waar wij... We hebben een missie, mijn stichting. Dat is een betrouwbare, kansrijke digitale samenleving in Nederland. Daar sleuren we al 25 jaar aan. We werken ook aan AI. En wat ik zo mooi vind, is dat er op dit moment een oproep gedaan wordt om dit onderwerp niet alleen serieus te nemen en beter te pakken, maar ook een aantal concrete aanbevelingen. Een aanbeveling om door middel van betere coördinatie het echt beter te pakken en politiek serieus te nemen. Maar ook om de betrokkenheid, mevrouw Leijten zei het ook al, van de actoren waar het echt om gaat, om die veel beter te organiseren. En daar hebben wij wel ervaring mee, want dat is niet dat je bij de ontwikkeling van AI de patiënt of de arts of wie dan ook gewoon mee aan tafel zit en daarna eigenlijk toch doet wat je lekker zelf wil, omdat je het technisch zo interessant vindt, maar dat je probeert een setting te organiseren waarbij je kunt duiden wat iemand voelt. Wat gebeurt er met je als er op die manier bepaalde waarden met jou in een bepaalde manier worden afgehandeld. En dat kan een transactie zijn, dat kan een medische ingreep zijn, dat kan een kennisoverdracht zijn, maar dat kan ook gewoon je hele betrokkenheid in je sociale netwerk zijn. U zegt eigenlijk, ik zou mensgedreven willen dat we deze technologie toepassen in plaats van dat we data gedreven steken. Juist, en dan is voor mij de killer app, om even een goed Nederlands woord te gebruiken, is dat we dat ook heel goed zouden moeten kunnen. Wij zijn als Nederland mensgericht. En dan ben ik misschien bijna op het naïeve af, maar ik heb de leukste baan in Nederland, het platform die al die partijen bij elkaar brengt. Even niet negatief zijn. We kunnen er heel goed in zijn. We zijn in Nederland mensgericht, samenwerkingsgericht, in essentie. Dus waarom zouden wij niet bijvoorbeeld een trusted digital delta, dat bij ons dat stukje trust, vertrouwen, ook een soort keurmerk is voor de technologie van de toekomst.
Nou, daar geloof ik best wel in. En als u zegt, we halen toch nooit meer de grote techs in. Nou ja, ik weet in de goud, de gold rush, degene die het meeste geld verdiend hebben, zijn niet de gold diggers, maar de partijen die schepjes en bakjes verkochten. Kijk. Dus voor hetzelfde geld, door samenwerking, kunnen wij een eigen Nederlandse identiteit toch in dat onderwerp neerzetten. Hebben we wel een heleboel kennis nodig, heb ik begrepen. En daarin lopen we wel wat achter. Als we toch daarover mogen spreken, komen we straks op. Eerst naar meneer Gebreab. Welke mythen spelen er rondom AI? Wat komt u dagelijks tegen? Allereerst complimenten voor het rapport. Ontzettend uitgebreid en rijk rapport. Mythes, er doen allerlei mythes ronden over AI. Het rapport beschrijft dat ook heel mooi. Van AI is objectief en neutraal tot AI neemt het over van de mens, de mensheid. Allerlei mythes. Ik denk dat de tijd en ruimte is gegeven om deze mythes te doen ontstaan en propageren. Dat is jammer. Dat heeft geleid tot, denk ik, aan de ene kant te veel zelfvertrouwen in AI. Aan de andere kant te weinig vertrouwen in AI. Dat zien we terug in de toeslagenaffaire. Dat zien we terug op heel veel plekken. Een breed scala aan mythes die geadresseerd hadden moeten worden. En nu moeten worden. Goed, wij gaan werken aan demystificatie. Laten we daar verder over praten. Wij moeten van beeld naar begrip. En om even de WRR te citeren, om deze transitie te stimuleren moet de overheid leren over AI tot integraal onderdeel van haar functioneren maken. Dat is een fikse opdracht. En ik dacht, ja, waar te beginnen? Heeft u enig idee? Ik heb een idee. Laten we het eerst op de korte termijn. Onderwijs. Ja. Onderwijs, onderwijs. Onderwijs aan volwassenen, onderwijs aan professionals, onderwijs aan ambtenaren. Dat is de korte termijn oplossing, hè? Snel op vlieghoogte brengen. Maar nog belangrijker is denk ik onderwijs aan kinderen en jongeren, de toekomstige ambtenaren. Daar wordt wat mij betreft nog te weinig structureel aandacht aan. AI-wijsheid. AI-onderwijs, AI-wijsheid, AI-algoritmes kunnen denken. Daar mag nog een flinke stap in gemaakt. En ik heb begrepen dat u zegt, we moeten in plaats van scaling up, moeten we juist scaling down. Heeft u daar een voorbeeld van? In de context van onderwijs, maar ook in bredere context. Mm-hmm. Er wordt heel veel nagedacht en gesproken over AI. Scaling up, het verbreden van AI, meer toepassingen, et cetera. Ik denk dat nu het moment is gekomen om ook na te denken en werk te maken aan scaling down. Hoe breng je AI bij de burger? Hoe maak je het lokaal? Eigenlijk zoals meneer Van Bellen zegt, we starten bij die mens en dan kijken we wat daar te doen is om dat leven beter te maken. Ja. Mevrouw Leijten, hoe kijkt u naar dat lerend vermogen in Den Haag en ook om daar transparant over te zijn in een afrekencultuur als deze? Staan u eigenlijk heel slecht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is ook voor mij hard werken om... ik kom gewoon iets dichterbij. Hoe kijkt u naar dat lerend vermogen in Den Haag? Nou ja, ik ben daar eigenlijk niet zo heel optimistisch over. Als ik nu kijk naar hoe het georganiseerd is, hoe het verspreid zit over verschillende departementen. Maar ik denk dat op het moment dat je dat samenbrengt, dat er wel iets kan ontstaan. Daarin is het wel heel belangrijk dat we... Dat transparant is en ook getoetst wordt. Ook juist op de waarde. We hebben natuurlijk in het verleden wel gezien dat er vanuit het enthousiasme dat je met algoritmes besluiten kon nemen als overheid en daarmee ook heel veel ambtenaren kon ontslaan, want dat kon allemaal automatisch. Daar hebben we best wel schade opgelopen. Tegelijkertijd zie je ook wel dat die schade die we hadden moeten voorkomen, maar ook wel leidt tot hernieuwd besef. We hebben laatst gezegd, er moet echt een algoritmeregister komen. Raad van State heeft ons een advies gegeven, belangrijk voor de zomer, als het gaat over het wetgevingsproces. Want ja, je neemt wel een wet aan, het komt wel in het staatsblad, maar als het dan wordt toegepast in bijvoorbeeld ook digitaliserende elementen, dan worden er natuurlijk ook nog politieke afslagen genomen. En zij wijzen ons er echt op van zorg ervoor dat je dan daar dus ook nog bij bent.
En ja, we hebben na de twee belangrijke parlementaire rapporten van Bosman en van Van Dam, zijn we ook met elkaar natuurlijk wel dat gesprek aan het voeren van hoe kunnen we dat nou beter doen. En het is wel onze ambitie ook als Digitale Zaken om ons daar natuurlijk wel een beetje binnen te krijgen. Maar ja, ik zei net al, hè, de Kamer, de politiek schiet soms twee kanten op. Op de dag dat wij dat rapport van Van Dam presenteerden, werd tegelijkertijd de wet aangenomen die de datakoppeling bij justitie maakte. En we zien gewoon die datakoppeling met heel veel vervuilde data. Ja, daar worden mensen wel een beetje bang van. Ja. En dat is niet voor niets dat de autoriteit persoonsgegevens nu eigenlijk tegen de Eerste Kamer heeft gezegd, ja, herzie dit. En ik ben daar overigens wel blij mee dat ze dat hebben gedaan en ook hebben aangedurfd. Maar dat waren dus twee parallele discussies die er gevoerd werden tegelijkertijd in het parlement. En dat moeten wij ons aanrekenen, dat we dat dan niet bij elkaar brengen. Ja, want dat is in die zin al een systeemfout, als je het toch zo moet noemen. Ja, en dat begint natuurlijk dan in die verschillende beleidskokers. En dan hebben die verschillende beleidskokers kamercommissies. En die praten dan onvoldoende met elkaar. Nou, dit was dan ook echt een van die redenen om te zeggen, de Kamer krijgt in ieder geval een digitale commissie. Mooi. Meneer Van Bellen, u staat nog steeds blij te kijken, maar het is wel een behoorlijk serieus betoog over wat er dan scheef gaat als je het met elkaar juist goed wil doen. Vanwaar toch die positieve blik? Welke kansen ziet u? Nou, we hadden net de verkiezing van het meest digibewuste Kamerlid van dit moment. Wie is het geworden? Lisa van Ginneken, lid van uw commissie. Ja, ja. Maar ik moest glimlachen omdat het betoog van mevrouw Leijten wel is dat ze misschien wel op de kandidatenlijst voor volgend jaar komt om aan die verkiezing mee te kunnen doen. Dus daar moest ik even opslaan. Nou, waarom ik toch glimlach is, ten eerste ben ik heel blij dat dit rapport er is wat toch ook een integraal advies is. Dus al die verschillende 5 aanbevelingen met hun deelcompetenten moeten gezamenlijk opgepakt. Maar ook dat de commissie er is, want in mijn woorden, het is inderdaad zo dat we de soep van de datasamenleving eten met een vork. Van de verticaal georganiseerde industriële samenleving. Nou ja, of als ik het ook nog in uw woorden mag vatten, een groot kennisgat over digitalisering teistert Nederland, was getekend Arie van Bellen. Dus er is wel wat aan de hand. Hoe zorgen we dat men op vlieghoogte komt en ook nog gelijk communiceert? Nou, ik wil eigenlijk, en daarom dat die glimlach daarop vooruit loopt, die negatieve teneur van de excessen van wat techniek fout kan doen, wil ik ook pareren met de enorme kansen en de uitgangspositie van Nederland met zijn infrastructuur, met zijn kwaliteit van kennis, waarbij wij die downside heel goed kunnen beetpakken en dan daarmee een innovatieve stap kunnen maken. Maar over die stap maken en dat lerend vermogen, als we nog even teruggaan naar de aanbeveling, welk actiepunt zet u daarbij? Hè? Dus de aanbeveling wordt gedaan dat lerend vermogen moet veel meer, veel groter worden, moet ook veel transparanter worden. Hoe doen we dat praktisch? Die coördinerende rol, dus dat coördinatiecentrum is heel belangrijk met een register. Maar ook als kenniscentrum, waardoor het uitgangspunten vanuit welke waarden en normen, wat een politieke discussie is, maar op een gegeven moment van waaruit we Nederland in het digitale tijdperk gaan schetsen, wat zijn spin-off kan hebben naar die verschillende domeinen, zodat die versnippering wordt tegengegaan en de totaalkwaliteit van de wereld die voor onze jonge mensen allang een digitale is, veel beter ethisch, maar ook gewoon qua kansen met elkaar wordt ontwikkeld. En dat is nu niet zo. En dat bedoelde ik met kennis. Dat is niet zozeer zeg maar deze kennis, maar deze en deze van die verandering van onze samenleving. Want ik denk dat het een shift is die vergelijkbaar is van de landbouwsamenleving naar de industriële. Dus geen tijdperk van verandering, maar verandering van tijdperk. Meneer Rotmans, en dat bedoel ik met dat we daar die kennis heen moeten brengen. Als we kijken naar engagement, versterkt de capaciteit van maatschappelijke organisaties om hun werk te verbreden naar het digitale domein, in het bijzonder met betrekking tot AI, lezen we dan in het rapport. U doet onderzoek naar hoe AI de positie van burgers kan versterken. Aan welke kansen denkt u dan? Heel erg in de praktijk en waar ook ongetwijfeld het positivisme van meneer Van Bellen aan voorbij daarop aansluit, zeg maar. Wat ziet u gebeuren? Wat kunnen we met elkaar doen? Ja, een beetje aansluitend aan het verhaal van net. Ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat het zelfreinigend vermogen van AI zijn burgers. Burgers zijn het zelfreinigend vermogen van zelflerende systemen. Als je dat centraal stelt, bijvoorbeeld bij nieuwe actieplannen, bij middelen, financiële middelen. De Belastingdienst.
als je dat centraal stelt, kun je vanuit die perspectief kun je echt van betekenis zijn. Wat je nu vaak ziet gebeuren is verkokering, versnippering binnen organisaties, tussen organisaties en burgers. Soms vanwege beperkte financiële middelen, waardoor er competitie ontstaat in plaats van coöperatie. Waardoor de burger dan vervolgens uit beeld wordt gelaten. Dus ik denk dat het heel goed is na te denken over hoe kunnen we de burger ook als het gaat aan de voorkant meenemen. Ja. Waar het gaat om AI-beleid, besluitvorming, financiering, et cetera. Ja, wij hadden het in de voorbereiding ook over maatwerk. Je ziet bij veel gemeenten nu dat ze voor de persoon het verschil maken. Bijvoorbeeld in armoedebeleid of andere regelingen. Maatwerk wordt ontzettend omarmd. En aan de andere kant heb je dus AI, zeg ik even in mijn dummy-beleving, maar u zou dat meer bij elkaar willen brengen. Hoe kan AI die positie van dat individu versterken? Waar moet ik dan aan denken? Ja, één, denk ik dat het goed is om nog te benadrukken dat er is ontzettend veel termen als mensgericht, verantwoordelijk AI, explainable AI, dat zie je nu overal opkomen. Ja. Wat goed is, want dat betekent dat er over nagedacht wordt. Tegelijkertijd zie je ook dat het vaak loze termen zijn om geld binnen te halen, om initiatieven te starten. Wat ik denk dat bijna alles mensgericht is. En waar het gaat om publieke waarde, welke publieke waarde dan? Dat zijn kritische vragen die niet altijd beantwoord worden. Maar ja, AI. Kijk, als je AI wordt nu heel erg ingezet bijvoorbeeld op gepersonaliseerd advertisement. Mm-hmm. Heel erg vanuit het commerciële, economische. Als dat kan, als je gepersonaliseerd, en het werkt, gepersonaliseerd advertisement mm-hmm. kan doen, kan je ook gepersonaliseerd armoedebestrijding doen. Juist. Of echt vanuit het sociale perspectief. We weten nu dat mensen pas na 4 jaar in de schulden zich ergens melden. Je zou veel meer aan de voorkant daardoor ook mensen kunnen informeren. Daar zit nog een hele grote kans die nog onbenut is. Meneer Van Bennen? Nou, in aanvulling daarop, de overheid, hè, het rapport is ook, de doelgroep van de WRR is de overheid, de politiek misschien wel. De politiek heeft ook een andere rol. Minister Blok heeft het in ontvangst genomen, economische zaken en klimaat. Innovatiebeleid op AI-gebied. Er is nu 250 miljoen toegekend aan AI-net uit een bepaald fonds voor onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek. En wat blijkt? Nederland heeft kernen van AI-onderzoek die uitstekend zijn. En daar moeten we op doorbouwen. Mm-hmm. Dat is ook een overheidsrol. Coalitie, er is één coalitie, die is er nog net niet. Maar rondom de technologieontwikkeling in Nederland zijn we heel goed in coalities. Er is een AI-coalitie waar 500 partijen samenwerken. Dat is mede gestimuleerd door economische zaken. Dus we zitten onder die motorkap van die maatschappelijke discussie wat de effecten kunnen zijn van AI in handen van bijvoorbeeld de overheid, waar fouten gemaakt worden, waar gevolgen niet goed overzien worden, is er een andere kant die we met elkaar in verbinding moeten brengen, dat we AI ook niet meer tegen kunnen houden, dat het onze wereld stappen vooruit al of niet goed gaat brengen. En dat is ook geopolitiek. We gaan niet meer AI buiten de deur houden als Europa of Nederland in het geopolitieke spel. Als we dan kijken naar die positie van die burger en ook hoe die mee kan praten. Als we kijken naar die coalitie, zitten daar al de juiste mensen aan tafel? Exact. Of is die plek nog leeg? Die plek, dat moeten we leren, is vaak nog leeg. En als we ze erbij zetten, zeggen we, doe even een AI-cursus, dan kan je meepraten als burger. Maar de beleving, wat het met je doet, dat er een effect optreedt wat jouw leven fundamenteel beïnvloedt, dat is een hele andere. Dat is een emotionele betrokkenheid. En die slag moeten we met elkaar maken. Ja. Mevrouw Leijten, welke kansen ziet u als het gaat over engagement, over dat digitaal burgerschap, iedereen betrekken en ook in de positieve zin AI voor ons laten werken? Ik denk dat er heel veel mogelijk is. Alleen ik denk wel dat degene om wie het gaat aan tafel moet zitten. En het is toch voor heel veel mensen heel onbegrijpbaar. Daar komen ook die beelden vandaan. De term black box valt vaak. Zeker. En zeker als je te maken hebt met een machtige wederpartij. En dat kan een groot bedrijf zijn, maar zeker ook de overheid zijn. Ja, dan heb je vaak het idee dat je geen grip hebt. En dan gaat het ook nog eens over technologie die je niet begrijpt. En dan zitten er ook nog data in die niet kloppen. He, dus we hebben best wel een opgave waarvoor we staan. Ik denk dat er heel veel kansen zijn.
Maar het gaat wel om nu die betrokkenheid daarbij. En zoiets als het onderwijs. Ga er maar aan staan. Als jij docent bent op die basisschool met een te grote klas, met heel veel opdrachten vanuit, moet je dat ook nog doen? Ja. Dat is best wel iets waar we over na moeten denken. Van hoe geven we dat dan ook goed vorm? Ja. Hoe zorgen we dat dat beschikbaar is, dichtbij is? Hè? De overheid dichtbij kan natuurlijk ook met technologie dichtbij zijn. Maar dat mensen ook zien dat het van hun is. En ik denk dat daar veel debat over zal moeten gaan. Hoe ziet u dat graag georganiseerd als u een voorschotje mag nemen op dat debat? Nou, ik denk dat het heel verstandig is als we bijvoorbeeld zouden zeggen, als er besluiten over jou worden genomen op basis van data, zonder dat je gezien bent, dan is er wel altijd de mogelijkheid dat je nog iemand spreekt. Die het je kan uitleggen, dat je weet welke data erin zitten en dat dat veel strakker gereguleerd wordt. Daarmee maak je het ook mogelijk, denk ik, voor degene die de organisaties die besluiten nemen, om capaciteit vrij te maken om wel met die mensen om tafel te zitten. Dus enerzijds heb je dan automatisering, maar je sluit het persoonlijk contact allesbehalve uit. Ik denk dat dat een echte stap vooruit zou zijn. Goed. Misschien een aanvulling. Het is goed om burgers aan de tafel te hebben en ook mee te laten denken over de besluitvorming of de beslissingen die over hem, voor hen worden gedaan. Ik denk dat het nog beter is echt vanaf het begin aan de voorkant mee te nemen. En je ziet nu niet per se in Nederland, maar op Europees niveau zie je meerdere initiatieven waarbij projecten gezamenlijk met burgers of burgerrepresentanten, belangenorganisaties worden meegenomen. Zodat ze in alle fases van de AI-pijplijn, van bedenken tot uitvoering, monitoring, etc., burgers altijd mee worden genomen. En dat is dat. En dat zijn volgens mij voorwaarden, randvoorwaarden. En die moeten wij natuurlijk politiek afspreken met elkaar. En welke meerderheden daarvoor zijn, dat weet ik nog niet precies. Omdat we nog geen inhoudelijke debat hebben gedaan met die commissie. Maar dat iedereen staat te trappelen om dat wel te doen. En er zijn heel veel uitdagingen en er zijn heel veel kansen natuurlijk. Ja. Als we nog inzoomen op de projecten en jullie hebben ook al Europese gelden binnengehaald om zaken te onderzoeken. Kunt u ons eens meenemen naar zo'n onderzoek, na zo'n voorbeeld in bijvoorbeeld gemeente Amsterdam? We hebben nog geen geld binnengehaald, maar we zijn bezig geld binnen te halen op dit onderwerp. Een voorbeeld is een project wat we net hebben ingediend, Europees project, een consortium van 12 partners Europa, heet Communicity. En dat gaat om het ophalen van behoeftes in steden onder gemeenschappen. En met name gemarginaliseerde groepen. Wat voor behoeftes hebben ze als het om AI gaat? Waar denken zij dat AI hen kan versterken in hun positie? Ik denk als je het de gemiddelde Nederlander op straat vraagt, geen idee. Geen idee. En daarom werken we juist met die groepen die wel iets meer besef hebben. Een aantal pilotgemeenschappen die we meenemen als voorbeeld voor andere gemeenschappen om te laten zien hoe dat zou kunnen werken. Dat gaat niet in één keer. We willen opschalen naar 100 voorbeelden en pilotstudies. En wat wordt daar dan, natuurlijk willen jullie dat nog gaan onderzoeken en die mensen bevragen, maar hebben jullie ideeën van wat daar boven komt drijven, wat Nederlanders gaan benoemen? Een voorbeeld, we werken in dit consortium met 3 steden, Porto, Amsterdam en Helsinki. In Amsterdam hebben we bij een aantal gemeenschappen vragen opgehaald, waaronder de vluchtelingengemeenschap. Hoe zij met een aantal ambassadeurs die meer weten over data en AI gevraagd, hoe kan AI jou als een vluchteling of een staatshouder in Nederland helpen? Daar komen allerlei potentiële antwoorden bij, maar ook suggesties vanuit vluchtelingengemeenschap om zelf bij te dragen, zelf data te geven, zolang de data die zij geven hen helpt in het beter, sneller krijgen van werk of een onderwijspositie. Zij zijn wel heel erg actief aan het denken en dat pakken wij op, dat proberen wij vorm te geven. Dat is een vorm van scaling down. En dan leren we daarvan, proberen we weer terug te schalen naar andere communities in Europa. Meneer Van Bellen. Er zijn ook praktische voorbeelden. Wat wel leuk is, mijn platform is ook een doe-platform. En wij hebben met al die actoren samen, aanbieders, gebruikers, overheden en maatschappelijke NGO's, hebben we een methodiek ontwikkeld, begeleidingsethiek, waarbij AI-ontwikkeling de direct betrokkenen al worden meegenomen. En dat wordt nu uitgerold bij de academische ziekenhuizen, bij justitie, bij de politie en bij de IND. En daar hoeven wij helemaal niks voor. Het ging om de denkkracht om dat te maken. En dat begint langzaam een sneeuwbal te worden. Een beetje typisch Nederlands, maar het werkt wel. Ik moet 8 december ook in de commissie rond de tafel of zoiets. We hebben ook veel contact. Hele platte vraag. Wat fixen we daarin voor wie?
Wat we daarin fixen is dat daar precies die betrokkenheid van de eindgebruiker van het AI-systeem, in dit geval bij die ziekenhuizen de patiënt, maar ook de zorgverlener, dat die bij de ontwikkeling, de bouw, vanaf de specs, vanaf de tekening van wat we met het AI-systeem zouden willen, meegenomen wordt wat dat met hem doet. En dat wordt dan heel erg benoemd vanuit ook een psychologische en sociale component. En niet alleen een technologische of een projectgerichte component. En daar beginnen nu de eerste voorbeelden van te komen. Dus er gebeurt ook heel veel. Je zou het innovatie kunnen noemen, maar dan sociaal-maatschappelijke innovatie. Dit ademt een en al openheid. En als we dan toch weer even gaan naar dat vervelende voorbeeld, de toeslagenaffaire. Journalisten hebben daar een grote rol in gespeeld, mevrouw Leijten. U vond het ook belangrijk om die rol van de media vandaag te benoemen. Hè? Wat is de opdracht als we kijken naar het rapport? De opdracht die we mee moeten nemen is dat we het samen moeten doen. En dat het dus niet van de ministeries is, of niet van de ontwikkelaars is, of niet van degene die het heeft aangelegd. En zo wordt het natuurlijk infrastructureel nog wel heel erg aangevlogen. Er is geen ministerie wat een positief cijfer krijgt als het gaat over zijn ICT-legacy bijvoorbeeld. Ja, daar moet ook gewoon een goed plan op komen, waarbij we denk ik ook de kennis versterken bij de overheid, waardoor je een goede gesprekspartner bent voor de ontwikkeling van technologie. Maar bijvoorbeeld, er zijn ook wat mij betreft grenzen die je gewoon moet stellen. Hè? Zelflerende algoritmes die besluiten nemen over mensen, dat moeten we eigenlijk niet willen. Je moet altijd weten hoe een besluit tot stand is gekomen. En daar moeten we misschien wel zeggen, ja, dat je kan wel zo hard rijden op die snelweg, maar wij zeggen toch dat je minder hard mag rijden. Ja. Daar gaat het dan echt over reguleren. En ik denk dat dat gesprek ook heel erg belangrijk is. Ja, meneer Van Bellen, hoppen we nog even terug naar demystificatie. Want wat we ook wel uit de voorbereiding terug horen is, ja, daar is natuurlijk altijd een menselijke component geweest. Ja. Computer heeft niet iets zelf bedacht, die heeft enkel geleerd. Wat leren we dan van zo'n voorbeeld van die toeslagenaffaire en hoe kunnen we dat positief inzetten? Nou, ik denk dat we een beetje achter de technologie aangehold hebben en onderschat hebben wat die al kan, wat die al voor verbanden kan leggen, waar we zelf bijna in de interpretatie ervan erachteraan hijgen. Mm-hmm. En eigenlijk één effect ervan, namelijk fraude opsporen, dachten, goh, wat fijn, dat kan beter en sneller. En helemaal niet door hadden dat er andere effecten waren die diezelfde dynamiek en impact hadden. Dus we zijn daar ook een beetje door overvallen. En het is natuurlijk wel interessant, daar ben ik helemaal geen politicus, maar die fraudebestrijding was ook een politiek legitiem doel. Dus vaak is de driver, die heeft ook de wind mee, totdat die effecten, die zij-effecten, zo groot worden dat die oorspronkelijke politieke driver, fraudebestrijding, Bulgaren waren, dat weet ik, die is totaal irrelevant met het negatieve effect op heel veel burgers. Nou, dat moeten we vanaf het begin, er werd hier ook heel mooi, die weging moeten we doen. Ja, wat je daarin toch ook gewoon ziet, dat is misgegaan en dat werd gesignaleerd dat dat misging. Ja, dat was doof. Maar ze hebben vervolgens niet ingegrepen, want het was toch politieke prestige of ze moesten targets halen, hou maar weg bij de minister of bij de top. Ja. En dat is natuurlijk iets wat echt niet goed is. Maar dat brengt mij ook bij de vraag, komen we weer terug bij engagement, wat hebben we daarvoor nodig? Wat voor cultuur moeten we dan met elkaar creëren. Maar dan worden we bijna filosofisch. Ik vind de commissie van mevrouw Leijten, misschien met één of twee anderen, de belangrijkste in de Kamer. Zult u zeggen, ja, u staat ook voor digitalisering. Maar waarom vind ik hem nou belangrijk? Gewoon ook als burger. Omdat het een van de weinigen is die horizontaal is. Ja. Hij is niet van een domein, maar van een ontwikkeling. Hij moet dus verbindingen leggen. Verbindingen tussen de andere domeinen. En de politiek is momenteel, met alle respect, die is niet zo van verbindingen. Die is meer van polarisatie, hè? Even als burger, hè? Want het maakt me niks uit wie of wat. En dan moet je dus met zo'n belangrijk onderwerp dit gaan doen. En als dat lukt, is dat ook een voorbeeld van een sturingsmechanisme wat het datatijdperk misschien veel meer nodig heeft dan die domeinverantwoordelijkheid. Die blijft voor. Herkent u dat, mevrouw Leijten? Wat vraagt het van dat u en de andere? De belangrijkste commissie van de Kamer heeft dat, herkent ze wel. Nou, ik vind zeker dat, en daarom hebben we ook in de vormgeving van de commissie de tijd genomen om met elkaar te spreken over wat zijn onze hoofdonderwerpen, waar zouden we wel over moeten gaan, niet over moeten gaan, zodat je niet alles over de schutting krijgt. En als het ware, nou ja, in een kliko je werk moet doen. Maar ook dat je nergens over gaat. Dat je veredelde bibliotheek wordt, laat maar zeggen, voor andere commissies. Maar ik ben, dus, en hoe dat dan uiteindelijk zal komen,
ik denk dat dat moeten we met elkaar werken. Maar wij hebben wel gezegd, we willen heel maatschappelijk zijn. Ronde tafelgesprek. En ik denk dat die kracht binnenhalen in de Tweede Kamer, daar zijn we ook nog niet aan het einde van discussies over de positie van de Tweede Kamer. Lopen allemaal parallel. Ja. Nou, als dat allemaal een beetje positief valt, dan kun je wel die kracht opbouwen. En dan moeten wij die opdrachten geven aan die beleidstorens, waarin je ook heel veel verkokering ziet. En ook heel veel eigenaarsdiscussies. Ja, dat hoort bij deze directie en die bij die. En dat moet je eigenlijk... Ja. Engagement is ook vertrouwen. En zeker. Ik probeer even de gedachten te lezen. Dat is een mooi breekijzer. Ja, maar we hebben een panel met drie mensen. En ik probeer de gedachten te lezen van meneer Gebreyab. Over 10 jaar kan ik dat. Dan heb ik een ingebouwde chip, maar nu nog niet. U zuchtte eventjes bij de bevindingen en u knikte even. Waar dacht u aan? Nou, ik zat luisterend, dacht ik van het is ook goed om, we hebben het nu over AI en technologie, om dat ook te plaatsen in een bredere context. De samenleving in Nederland, in Europa, het verandert. En het verandert niet alleen maar vanwege technologie. Je hebt demografische veranderingen, je hebt sociale veranderingen. En ik denk dat de grootste opgave zit op de snijvlak van deze systeemveranderingen. Daar gebeurt ontzettend veel. Dus als je nu heel erg focust op wat AI doet, of wat, dan heb je het volledige beeld ook niet. De vraag hoe AI zich verder moet ontwikkelen, welke publieke waarden, kan je niet loszien van de bredere maatschappelijke sociale ontwikkelingen die gaande zijn. Alleen dan kan je denk ik komen tot oplossingen die straks... En dat besef is nodig voor engagement? Dat besef is nodig voor engagement. Je hebt nieuwe gemeenschappen in Nederland, nieuwe samenlevingsvormen, nieuwe publieke waarden. En dan loop je elke keer achteraan als je vanuit de huidige... of de historische waardes naar AI kijkt. Daar moet, mag best meer aandacht voor komen. Goed. We hebben nog een paar minuten voor het onderwerp regulering. Waarom moet er een been bijgetrokken worden, mevrouw Leijten? Nou ja, in de 5 opgaves die er zijn, dat zijn eigenlijk allemaal opgaves met het been bijtrekken. Laten wij ons leiden door toch bedrijven die dit maken, die andere belangen hebben met de samenleving, of zitten we zelf met de democratie ook mede aan het stuur. Ja, dat is denk ik ook gewoon de oproep die leeft. Die ook leeft in dit rapport, waar ook de Raad van State ons op gewezen heeft. En waar volgens mij ook de Commissie Digitale Zaken uit voortkomt. En ik zelf denk altijd, weet je, de discussie wordt vaak gemaakt, we ken je genoeg van de technologie, hè? Of ik doe niet mee met de discussie, want ik ken de technologie niet. Maar ja, wij kunnen allemaal iets zeggen over de kernwaarden van de zorg of het onderwijs zonder dat we arts of docent zijn. En dat moeten we denk ik hier ook doen. Dus het moet niet een discussie van technici zijn. Daar is dit ook een goede stap voor. Goed. Als we nog kijken naar de tekst, koppel de regulering van AI aan een discussie over de inrichting van de digitale leefomgeving. Stel een brede wetgevingsagenda op. Welke leidende principes, meneer Van Bellen, zou u daar willen zien? Heel in het kort. Nou, ik vond het sterke dat er ook bij stond, regulering is vaak achteraf. He, dat loopt achter. En die relatie met die leefomgeving betekent dat we ook aan een bredere visie moeten werken. Wat voor wereld willen wij zijn? Wat voor samenleving? En die regulering moet in lijn met die waarden die we met elkaar afstemmen en ook afwegen, die dat moeten vertalen. En als we die draad vasthouden, dat is echt ook vernieuwend bij zo'n onderwerp. Want meestal gaat het zich ontwikkelen en dan wordt het regressieve regulering omdat er dingen fout gaan. Mm-hmm. Maar nu even terug, want AI, enorme ontwikkeling. Maar die digitalisering krijgt ook allerlei andere verschijningsvormen. De metaverse, dat gaat ook nog gebeuren. Mm-hmm. Gaan we volgend jaar hier natuurlijk een sessie over houden. Dus het gaat om normen en waarden en van daaruit een regulatief kader wat dat aan kan. Omdat wij vinden dat het past bij ons. Goed. Afsluitend, en het is altijd denk ik aardig om de term collectief verlangen te gebruiken, want vanuit verschillende hoedanigheden praten jullie hierover, maar er zit ook eenzelfde begeistering. Waar verlangt u naar? Waar moeten we met elkaar naartoe werken? Heb je even, denkt hij? Ik denk dat we met z'n allen moeten werken naar ruimtes voor gezamenlijke co-creatie. Die zijn er niet. Die verkokering, die bieden ruimtes, verticale ruimtes, maar die horizontale ruimtes, die zijn er niet. Niet voldoende in ieder geval. En ik denk dat we daar echt aan moeten werken. Goed. In de komende tijd. Mevrouw Leijten. Ik denk dat is wat nodig is. Hè? Het strak kijken naar zaken en die regelen we zo. En dat hebben we altijd zo gedaan. En daarom doen we dat zo. Dat zul je toch los moeten laten.
En daarmee kan je ook veel meer ruimte creëren voor mensen om deel te nemen. Mooi. Ja, en het is echt iets menselijks als je het zo benoemt. Hè? Dat is niet het systeem zijn wij. Waar je discussies hebt in buurten en in wijken van hoe worden wij een klimaatneutrale wijk. Dat kan je zeggen van dat moet van bovenaf of je doet het met iedereen. Nou, dit is net zoiets. En doe dat in die buurt, doe dat op die scholen. Mooi. Breng het wel naar mensen toe, dat zou mijn pleidooi zijn. Meneer Van Bellen. Ja, helemaal in lijn daarmee hoor. Ik zou willen dat mijn drie kinderen later zeggen, jullie hebben toen de juiste randvoorwaarden dat over 30 jaar een zeer technologiegedreven samenleving in Nederland nog leefbaar is, succesvol is, waar ze kansen kunnen pakken en goed ingebed in de internationale wereld. En daar zijn wij nu voor. Met dit onderwerp zijn we daar hele belangrijke keuzes aan het maken. En het rapport helpt enorm. Mooi. We hebben een zeer efficiënt meetsysteem. We hebben allerlei gedragingen, gezichtsuitdrukkingen van mensen in de zaal gemeten. Maar dat toetsen we nog eventjes met een all-out ouderwets applaus om te kijken hoe dit geval is. Mag ik een luid applaus voor onze paneleden? En succes met jullie belangrijke werk. Fijn dat jullie hier vandaag bij ons waren. Hoe kijkt de directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland naar de bevindingen en aanbevelingen van de WRR? Michiel Steltman verwoordt het voor ons in een column van een aantal minuten. Mag ik een applaus voor hem? Erg trots dat ik input mocht leveren vanuit het bedrijfsleven aan dit mooie rapport. En ik heb zelf ook iets met die inhoud. Mijn eerste kennismaking met AI, die kwam al in de 80e jaren in de collegebanken van de TU Delft. En 20 jaar later kwam dat weer terug toen ik CTO was bij een hostingbedrijf, dat was een start-up. En ik experimenteerde daar met AI voor het herkennen van spam. Dat kent u allemaal van het weren van ongewenste berichten uit uw inbox. Dus die technologie is best wel oud, maar die is nu recent pas gaan vliegen. En dat komt, dames en heren, door de cloud. Want je kunt met je creditcard kun je naar ongeveer 5 leveranciers, Microsoft, Google, Amazon, IBM. En daar kun je dan met je creditcard binnen een paar uur een toepassing maken voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Het is zo laagdrempelig en door die laagdrempeligheid gaat AI nu vliegen. Je kunt het simpelweg halen uit de cloud en je kunt beginnen. Maar AI, ziet u daarin, is een technologie die staat niet op zich. Zoals de WRR heel duidelijk aangeeft, AI is een technologie die een context vereist om te kunnen bloeien, om te groeien, om die toepassingen en die kansen te verzilveren. Maar ook een context om de risico's mee te managen. Die context, daar is waar het rapport eigenlijk over gaat en waar we het vandaag over hebben. Ik noemde al een van die contexten, een van die condities, de cloud. En met dat thema de cloud trekken we meteen een can of worms open. Een grote problematiek van soevereiniteit, autonomie. Waar staat onze data? Is die dichtbij? Is die ver weg? Wat gebeurt er met die data? Wordt er goed op gepast? En wat er allemaal mee kan gebeuren. Dat hoort allemaal ook bij het thema context van AI en bij de samenhang van deze materie. En die cloud, als we daarin duiken, dat is ook geen los ding. Dat bestaat weer uit allerlei andere elementen. Verbindingen, datacenters, dat heeft te maken met zendmasten, 5G, met zeekabels. Al die zaken doen er allemaal toe, want het gaat bij cloud en dit soort dingen om een ecosysteem. En een ecosysteem, dat kent u uit de biologie, de wet van von Liebig. Dat is een levend organisme waarbij de kleinste groeifactor de groei van het geheel bepaalt. Als je een plant hebt die heeft zonlicht nodig en water en mest en aarde. Maar je kunt niet zeggen, nou ja, laat dat zonlicht maar weg, want dan groeit die maar 3/4. Nee, dan gaat die dood. Dus je zal op die hele context zal je moeten letten. Dus het blind. En je moet dan ook wel zeker weten, als je dat ecosysteem nodig hebt voor die context, je kunt dat aan de markt aan types zoals wij overlaten, als overheid. Maar als je economische toekomst, duurzaamheid, verlaging van kosten in de zorg er allemaal van afhangt, dan moet je als overheid wel heel zeker weten dat dat ecosysteem groeit en bloeit en dat die radertjes in het juiste tempo blijven draaien en dat ze het allemaal goed blijven doen. Ik geef u dit voorbeeld met de cloud. Het blind stimuleren van AI en zonder dat we beschikken over Europese of Nederlandse alternatieven voor die techreuzen, maakt ons soevereiniteits- en autonomieprobleem eigenlijk nog weer groter. Dus die samenhang, daar zullen we ons rekenschap van moeten geven.
In die context dealen we ook met risico's. Nou, dat is op zich niet zo ingewikkeld, klinkt het. Hè? De EU heeft zich daarover gebogen. En de EU heeft gezegd, AI dat is allemaal prima, maar bij toepassingen die raken aan de persoonlijke levenssfeer of die raken aan de veiligheid, daar moet je heel erg goed mee opletten. Dus het is op zich redelijk af te bakenen waar die risico's zitten. En dan kun je niet zeggen, zoals we dat klassiek reguleren, nou, we maken een paar regels, let op, dit lijstje moet je hanteren en als het misgaat, geef je een boete. Want wat heb je aan die regels, wat heb je aan transparantie, als je weet waarom je onterecht op een zwarte lijst bent gezet en je uitkering wordt bijvoorbeeld gestopt. En wat schiet je op ermee als burger als de overheid een standje krijgt of boete of een kabinet aftreedt? En als er een boete wordt uitgedeeld, als jij je huis kwijt bent kwijtgeraakt. Dat is weinig troost. Dat is niet de type regulering die dat soort rampen kan voorkomen. En hoe moet je dat dan wel doen? Nou, ik heb in mijn jaren in Amerika ooit mijn vliegbuffet gehaald. En Stef Blok gaf het voorbeeld ook. Als je kijkt naar systemen zoals bij de luchtvaart, dan neem ik die les nog altijd mee. Het is een systeemtechnologie die ook een heel systeem van ex-ante regulering, van preventie goed op heeft gezet. Want we hebben daar licenses to operate, vliegbrevetten, we hebben certificeringen, we hebben Rijksluchtvaartdienst, we hebben een luchtverkeersleiding. Een heel stelsel ingericht om te voorkomen dat we in een situatie zouden zitten waarbij we zeggen tegen KLM, nou hier zijn de regels, succes. En dat we ze een boete geven op het moment dat het vliegtuig neerstort. Dat willen we natuurlijk niet. Dus dat is allemaal nodig. Ja, je kunt dat dus niet door schade en schande leren, dat moet er zijn. En daarom moet ik u misschien toch wel de overheidsmensen een beetje streng toespreken. Want het werd net ook al even genoemd, er is een WGS gekomen. En dat is dus een wet die in volle omvang de risico's op veiligheid en persoonlijke levenssfeer eigenlijk mogelijk maakt. Zonder dat we daar iets voor hebben geregeld. Ik vind het toch een beetje als een puber die net zijn scooter in de prak heeft gereden. En dan zet je hem zonder rijbewijs in een Ferrari. En dan zeg je, joh, hier is een lijstje waar je op moet letten. Denk erom, deze keer doe je het wel goed. Hè? Goed, dat is natuurlijk buitengewoon onverstandig. En we zullen die zaken vooraf moeten regelen. Ja, en hoe moet je dat dan allemaal regelen? Dan kom ik op het punt van regie. Die infrastructuur, dat hele ecosysteem, die soevereiniteitskwestie, die hele reguleringscontext, die moet worden opgetuigd. Wie moet er dat aan doen? Nou, als bedrijfsleven is dat leuk, hè? Wij verzinnen nieuwe dingen met de wetenschap. Mooie nieuwe toepassingen. En u als overheid zit met de gebakken peren en u mag dat dan oplossen en in goede banen gaan leiden. Ik probeer te helpen en dat doen we ook samen met ECP en PPS'en om dat soort problemen goed op te lossen. Hoe zit het met die regie? Nou, ik mocht als professionele wijsneus in mei bij Mariette Hamer aanschuiven aan tafel om een aantal zaken te bespreken over de post-coronatijdperk en economisch herstel. En daar kwam dit ook ter sprake en ik heb daar twee dingen eigenlijk neergelegd. En gezegd, ten eerste moet je realiseren dat in alle deze dossiers altijd sprake is van de waardespanning. Economisch, het is niet zomaar technisch-economisch, het gaat om economische belangen. Het gaat om de persoonlijke levenssfeer en het gaat om maatschappelijke belangen en veiligheid die met elkaar conflicteren. Dus een goed idee zou zijn om dat maatschappelijk debat te organiseren zoals we dat hebben gedaan bij de arbeidsmarkt, waar het ook speelt. Maak een digitale SER. Maak een SER waarin de maatschappelijke actoren, de economische actoren samenkomen en wat het kabinet kan adviseren over deze belangenconflicten, over deze zaken. Ja, dus dat moet je eigenlijk structureren. En ten tweede, ik heb ook gepleit voor regie. Want er wordt gezegd een onderraad. En wij hebben toen gezegd, ja, ben je er zeker van dat een overlegstructuur met 13 departementen, hebben we begrepen, die hier allemaal belang bij hebben. Hè, waar 13 departementen iets moeten doen. En waar je dan met een onderraad en een voorzitter die eigenlijk die klus erbij krijgt, dat moet regelen. We hebben toch meer gepleit voor het model van financiën. Iedereen heeft met financiën te maken. Iedereen heeft met financiële kwesties en budget. Maar toch hebben we iemand die erover gaat en die de tijd heeft en de beleidsinfrastructuur kan managen om die structuren en die overleg en die horizontale verbinding mogelijk te maken. Dus daar hebben we dat toch voor geadviseerd om daar vrij serieus zeg maar, met zo'n regiefunctie op kabinetsniveau te regelen. En zoals Arie eigenlijk net al aangaf, dat gaat niet alleen om AI, dat gaat natuurlijk om al die brede thema's waar die belangenconflicten en waar die verschillende perspectieven van die ministeries een rol spelen.
Nou, als bedrijfsleven mogen we altijd de obligaten. Feestjes, ik was gisteren met Kees Verhoeven, waren we bij de Fiber Carrier Association. En dan mogen we altijd in de zaal mogen we dan obligaat roepen dat de problemen die wij als bedrijven ervaren, dat mensen buiten de zaal die moeten oplossen. Vandaag heb ik dan de eer om met de mensen die de problemen mogen oplossen zelf toe te spreken. En dat doe ik in volle overtuiging. En ik roep u op om die infrastructuren, die zaken die we nodig hebben om dit ecosysteem, deze plant te laten bloeien, om die snel te regelen. Dus ik wens u erbij heel veel wijsheid, kennis van zaken, maar ook heel veel daadkracht. En wij als bedrijfsleven, samen met ECP, wij staan klaar om u te helpen om deze taak eigenlijk goed en in een hoog mogelijk tempo voor elkaar te krijgen. Dank u. Dank u wel. Het is dan grappig dat je bij het woord daadkracht toch datakracht hoort. Maar dat is misschien door de voorbereidingen voor vandaag. Mag ik Corine en Haroon uitnodigen hier op het podium? Want online via Slido konden digitale kijkers vragen indienen. We hebben ook wellicht wat vragen uit de zaal. En we hebben een paar mensen ook in de zaal van wie we heel graag horen wat zij van de bevindingen vinden en de aanbevelingen van het rapport. Laten we daar kort mee beginnen. We zitten natuurlijk zoals altijd kort in de tijd. Dus als ik van een ieder dan in een tweet mag horen wat de reactie is, mag ik allereerst vragen aan Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, als het gaat over regulering en engagement, wat haar bevinding is. Er komt een microfoon naar u toe, als ik het goed begrepen heb en als u even wilt staan. Ja, dank voor deze gelegenheid. Van harte gefeliciteerd met dit doorwrochte stuk werk. Waar wij als College voor de Rechten van de Mens buitengewoon blij mee zijn. Want het is een belangwekkend document. Dus dat ten eerste. En misschien is het allerbelangrijkste wel die observatie dat het hier om een systeemtechnologie gaat. Dat wij niet iets met AI doen, maar dat het al iets met ons doet voordat we ons daarvan bewust zijn. Dus bewustwording is een heel belangrijke sleutel als het gaat om onze reactie. Wij zijn bij het college ook heel druk met digitalisering en mensenrechten. En daar ziet dit rapport natuurlijk ook weer op. Renske Leijten zei het onder andere ook al. Betrek de burger bij het ontwikkelen van AI. Maar wees ook transparant als overheden, lokaal en nationaal, waar je algoritmes, want laat ik dat er dan even uitlichten, inzet. Omdat die transparantie aan de ene kant de burger kan helpen om zich bewust te zijn, al vraagt hij maar een vergunning aan van wat zit hier eigenlijk onder en achter. Maar ook degene die de vergunning opstelt, bewust maakt van wat hij eigenlijk gebruikt aan technologie die veel verder kan ingrijpen in het leven van mensen dan dat ze alleen maar een formuliertje invullen. Dus naar twee kanten werkt die transparantie bewustmakend. En dat is denk ik ontzettend belangrijk om vervolgens te kijken waar je iets moet gaan reguleren om niet bedreigend te zijn voor mensenrechten, maar juist kansrijk. En daar zit ook mijn vraag. Wat voor handvatten biedt het rapport aan overheden om zeg maar die burger er ook daadwerkelijk bij te betrekken? Mooi. Dank u wel voor uw vraag. Wie mag ik aankijken? Corine. Jacqueline, dank. Dank voor aanwezigheid, maar zeker ook de vraag. We hebben een aantal aanbevelingen daarop. Geef de korte tijd nu. Algoritmeregister. Daar wordt in meerdere steden in Nederland al initiatief opgenomen. Onder meer de gemeente Amsterdam. In de Rijksstrategie, de I-strategie van het Rijk, wordt daarop ingezet. Wij omarmen dat. Wij positioneren dat in ons rapport vanuit onder andere demystificatie, maar ook de opgave engagement. Maar wat wij daar ook zeggen is, laat dan die algoritmeregisters, waar de burger te weten kan komen wat er gebeurt binnen de overheid voor wat betreft de inzet van de AI, laat het meer zijn dan een aftiklijstje van ik meld het even, wij doen iets met algoritmes, met AI en dan weet u het. Nee, laat die algoritmeregisters vooral ook het startpunt zijn voor een gesprek tussen burger, overheid, ontwikkelaars. Want een ander punt wat we maken in het rapport is dat er eigenlijk onvoldoende terugkoppeling is tussen de verschillende partijen die allemaal met die AI-ontwikkeling en AI-embedding te maken hebben. Maar algoritmeregisters is een heel concreet voorbeeld waarvan wij ook zeggen, pak het op, maar pak het ook verder dan wat je er nu momenteel mee doet. Goed. Dank voor dit antwoord en misschien daarop aansluitend via Slido. Dank voor je vraag, Mark Steen van TNO. Vaak gehoord het verbeteren van verdienvermogen, Haroon. Zullen we het ook hebben over verbeteren van welzijn, vraagt Mark.
Nou, ik weet dat dat absoluut wel in het rapport staat, maar misschien kun je dat zelf kort toelichten. Ja hoor, zeker. Dus familievermogen is een van de componenten. En zelfs daarbij zeggen we ook, hè, die AI-identiteit die wij voorstellen, moet juist ook over dit soort dimensies gaan. Ja, dus als we met elkaar zeggen van, we denken vooral in de zorg, waar het vorige WR-rapport ook over ging, grote uitdagingen zijn, laten we zorgen dat AI daar in orde is. Ja, duurzaamheidsvraagstukken horen daar ook bij. En Corine noemde net al een aantal voorbeelden. Veel van ons rapport gaat, we benadrukken, verdienvermogen is belangrijk, maar veel gaat ook echt over het versterken van die positie van die burger en zorgen dat het voor die burger gaat werken. Ja. AI niet alleen als iets, en dat kwam ook heel mooi in het panel naar voren, dat over de burger toegepast, op de burger wordt toegepast, maar ook in het belang van de burger wordt gebruikt. Ja, brede welvaart is daarbij een term die vaak gebezigd wordt, maar ik denk dat die absoluut daarin voorkomt. Ja, misschien even als aanvulling, daar worden ook mooie initiatieven ontwikkeld. Bijvoorbeeld het Centraal Planbureau gaat ook juist kijken wat AI en brede welvaart, de verbinding daartussen, wat het voor elkaar betekent. Dus meer dan puur economische voorspoed, maar ook wat het voor de samenleving in bredere betekenis heeft. We hadden het al even over die Nederlandse AI-identiteit. Huub Jansen die heeft een vraag gesteld en daarop 4 likes gekregen. Dus die moeten we absoluut stellen, zegt dan onze AI-vermogen. Europa heeft al een brede wetgevingsagenda. Wat heeft nationale wetgeving daar nog aan toe te voegen? De AI-identiteit gaat niet als zodanig over de wetgeving. Dat gaat echt meer over het sturen op bepaalde domeinen die voor ons belangrijk zijn. Het gelijk, de wetgeving is iets wat... Nationale wetgeving is belangrijk op bepaalde domeinen. Een heleboel gebeurt binnen Europa. Nou, daar geef ik ook van aan. Met die AI-diplomatie zorg ook dat die wetgeving echt een component is van die diplomatie. Wat willen we daarmee? Wat zijn de Nederlandse belangen en de waarden die wij belangrijk vinden dat die daarin terechtkomen? Tegelijkertijd is er ook echt wel, ook op wetgevingsgebied, een nationale agenda mogelijk. Dat is, Corine noemde het in de presentatie net, die digitale leefomgeving. Ook wij als Nederland kunnen daarnaar kijken. Wat is nou, net zoals die fysieke omgeving, wat zijn nou de plekken die beschermd moeten worden? Wat zijn de plekken waar we AI vooral willen gebruiken? Onder welke voorwaarden moet dat gebeuren? Dus eigenlijk in antwoord ook op de vraag die veelvuldig wordt gesteld, ook door andere mensen, is waarom niet Europees alleen maar gedacht? Er wordt samengewerkt waar kan, maar verlies niet uit het oog dat je een culturele component of economische hebt. Ja. Nou, misschien als ik een heel concreet voorbeeld mag geven. Archivering. Het klinkt heel saai, maar dat is wel de geschiedenis die we opbouwen, ook in de digitale samenleving. Dus wat archiveren we als we het hebben over de inzet van AI, ook als overheid? Kunnen wij over 10, 15, 20 jaar nog terugredeneren in een digitale samenleving? Dat is gewoon een heel nationaal thema. We hebben een nationaal archiefwet. Hoe vertalen we die archiefwet naar de digitale AI-samenleving? Kortom, inderdaad, op Europees niveau cruciale stappen, maar dat betekent niet dat er op nationaal niveau niks te doen is. Dus we geven concrete voorbeelden, tegelijkertijd zeggen we, maak die brede, inrichtende wetgevingsagenda. Weer even naar de zaal, daar zit ook Inot Lagendijk, hoogleraar Computing Based Society aan de TU Delft. En wij spraken al even voor, Inot, jij zei, ik kan heel lang praten. Nu is het de kunst om heel kort te vertellen wat jouw reflectie is. Ik doe mijn best. Allereerst complimenten voor dit zeer leesbare document, zeer belangrijk. Er staat misschien niet zo heel veel nieuw in het rapport, maar het is wel belangrijk dat de WR dit zegt, en met name richting ons kabinet. En daar wil ik dadelijk iets over zeggen. Allereerst het onderwerp van AI-wijsheid noemen jullie in die rapport een aantal keren. Zeer belangrijk als we met elkaar in Nederland een dialoog hierover willen voeren, als we willen demystificeren, als we fake news willen tegengaan, als we de positionering in economische, maatschappelijke, positieve zin willen bereiken. En als we Nederland niet tot een importland van black box AI willen maken, dan is wijsheid nodig, dan is onderwijs nodig, dan is kennis nodig. Daar komt wel een verzuchting van mijn kant vandaan. Ik was 10 jaar geleden lid van een KNW-commissie die een advies heeft uitgebracht over digitalisering op het basisonderwijs. Dat is nog steeds niet ingevoerd. En ook op dit dossier rond AI is Nederland nou niet de snelste, om het zo maar te zeggen. Rammelt u dan aan... Ja, ik ga heel kort. Ik ga een vraag stellen. Mand, ja. Ik heb me wel nu van mijn verhaal afgekregen. Zeg, hoor ik thuis ook al. Nederland is niet heel snel in dit dossier. We zijn echt traag, ook in Europa, met het oppakken, het vormgeven, et cetera. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe zorg je nou voor dat dit niet een lange termijn issue gaat worden? Hoe krijg je de urgentie van dit verhaal, opgave AI, missie AI wat mij betreft, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja,
Dank. Corrie. Ja, weliswaar, Ina, dank. Weliswaar zijn wij van de lange termijn natuurlijk. En de lange termijn strategie betekent niet dat we in het heden niet hoeven te handelen. Kortom, dus één. Twee, klopt dat er in ons rapport heel veel staat wat al eerder is gezegd. Tegelijkertijd wat wij denken dat nieuw is, is die bredere redenering vanuit een systeemtechnologie, kijken naar het verleden en de opgaven die daaruit resulteren. En één van die opgaven is inderdaad kennis. Kennis op meerdere niveaus, waaronder in het basisonderwijs. Je hebt een terecht punt en ik maak mij daar ook zorgen over. Wat wij in ieder geval, laat ik zeggen, los in wat er concreet in ons rapport staat aan aanbevelingen, is het ook een soort van boodschap die we willen brengen. En een van de elementen van die boodschap is urgentie. Een van die elementen is Nederland acteer hier. We hebben het transities, we spreken niet voor niks vanuit transities. Dus we spreken niet voor niks vanuit reactie. Nederland heel erg inderdaad in de achterstoel zit, naar regie, in de voorstoel zitten. En ik hoop zeer, ben het met je eens, dat dat op tal van sectoren doordringt. De combinatie van alles wat er momenteel op tafel ligt. En dat we daarmee ook ons onderwijs mooi in die voorbank krijgen. Ik weet niet wat uw naam is, maar uw middelneem is urgentie. Want u zit op uw benen te slaan en u zit gebaren te maken. Dus wie bent u en wat wilt u kwijt? En even een vraag in de zaal. Wat zit voor in uw hoofd? Ja, Tobias Verkoor, ondernemer in Amsterdam. En ik sluit me volledig aan bij de voorgaande vraag. Kijk, dat is altijd fijn. Ja. De urgentie, dus we komen niet te herhalen. Dus er kan maar één conclusie zijn. Er komt een minister van de AI, er komt een staatssecretaris van de AI en er komt een spoedcursus voor alle Tweede Kamerleden. En als ze die niet passeren, komen ze niet over AI. En als ze die niet passeren, komen ze niet in de Tweede Kamer. Lijkt me een evident verhaal, waardoor we in één keer het kennisniveau op peil krijgen, de actiebereidheid op peil krijgen, de besluitvaardigheid op peil krijgen. Tak, 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 tak. Sluit voorbeeldig aan bij de AI. We zitten nu in het formatieverhaal, dus we moeten nu eisen, we moeten nu smeden en we moeten nu dit rapport als sodemieter naar het villa in Hilversum sturen. Punt 3 en 4 gaan absoluut voor gezorgd worden. Punt 1 en 2 is men het hier nog niet helemaal over eens, maar wel de urgentie past wel. Die minister die er gaat komen, die krijgt ze ook min 10 jaar. Want we lopen dus al 10 jaar achter de feiten aan te hobbelen. Want Facebook en iPhones die bestaan al meer dan 10 jaar, dus de algoritmes staan ook al, AI bestaat al meer dan 10 jaar. Point dat we nu een nulmeting hebben, is eigenlijk een schandaal. Een reactie, goed. Ja. Laat ik zeggen, de urgentie zal ik er niet wegspelen. Tegelijkertijd ben ik het niet eens met de redenering, niet dat u hem zo sec maakt, niet eens met de redenering dat we alles al vergeven hebben aan de techbedrijven in, over de oceaan. Wij hebben heel veel gesprekken gevoerd, waaronder op gemeentelijk niveau. We hebben met de VNG gesproken. En wat je ziet is dat talloze gemeenten in ons land schakelen met het MKB, met kleinere bedrijven die AI voor hen ontwikkelen. Daar liggen kansen, maar er liggen tegelijkertijd ook risico's. Dus ik... Zeker, en dat adresseren we ook bij regulering, die afhankelijkheid van een aantal mondiale spelers. Maar dat is het halve verhaal. Goed. Ja, misschien een aanvulling ook daar. Ja. Dus die urgentie zit in ons rapport. En wat we met die insteek van die systeemtechnologie ook vooral willen benadrukken. Er moet echt heel veel gebeuren. Waarom wij niet direct pleiten voor het ministerie en de staatssecretaris, is dat we dan meteen in de discussie komen over hoe zit die verantwoordelijkheid daar? Hoe verhoudt dat zich tot andere ministeries? Hebben die dan niets meer te doen, wel of niet? Wij stellen een aantal stappen voor waar we zeggen, hier kan morgen mee begonnen worden. Maar morgen kan er een coördinatiecentrum zijn, die politieke verankering. En dat is eigenlijk een aanzet. Net zoals we ook zeggen, de auto in het verleden, daar hebben we op een gegeven moment Rijkswaterstaat voor, de RDW, we hebben het CBR, we hebben een heel stelsel van organisaties die gezamenlijk zorgen dat die auto goed functioneert. Dus stellen we eigenlijk voor ook, begin nu hiermee, maar uiteindelijk gaat het erom, bouw een beleidsinfrastructuur. En we hopen die urgentie echt over te brengen. Met dit volgens mij rapport als mooie onderlegger, daarvoor als start daarvan. Wij hebben nog 2 minuten de tijd en ik ben ontzettend benieuwd of Kees van der Klauw, coalitiemanager bij de Nederlandse AI-coalitie, in 1 minuut kan vertellen wat hij vindt. En misschien heeft hij ook nog een vraag voor ons. Vertel eens. Wat kan ik in 1 minuut? Ja. Een heleboel. Ik kan in ieder geval zeggen dat we gisteren al begonnen zijn. Dus wat ik teruglees in het rapport van de WRR is wat wij 2 jaar geleden met 500 partijen inmiddels en 2000 mensen doen. En ik sluit me helemaal aan bij de urgentie van de vorige spreker. De toekomst begon een aantal jaren geleden al. Voor mij is heel belangrijk samenwerking. Ja, want als Nederland zijn we een klein land. Samenwerking is belangrijk. Maar hoe ziet u het leiderschap in die samenwerking? Want heel vaak wordt samenwerking uitgelegd als oké, we hebben een collectief probleem en dan gaat iedereen naar elkaar wijzen. Goed. Heldere vraag, kort antwoord. Ja,
Nou, ik denk dat wij niet voor niks tot aan het niveau van politiek schakelen in ons rapport. Dus één antwoord op uw vraag, op jouw vraag. Tegelijkertijd denk ik ook dat dat samenwerken en daar moet sturing op, dus daar zit iemand op. Net zo goed als bij jullie bij de AI-coalitie. Het is aan mensen om die samenwerkingsverbanden te smeden. Als ik dan toch nog even de complimenten mag geven aan Arie van Bellen. ECP is cruciaal. Maar het is ook Arie die daar staat, die de leiding aangeeft. En dat is dus niet alleen de politiek, op het politieke niveau, maar zo'n organisatie als ECP, met een boekbeeld als Arie, is cruciaal omdat we het juist met elkaar samen moeten doen. De essentie in ons rapport, in de redenering, is, wij missen eigenlijk nog steeds dat politieke stuk. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Terecht geef je dat aan, we zijn gisteren begonnen. Maar vraag me af of dat voor de politiek geldt. Er komt nog een vraag binnen. En we hebben nog maar zeer korte termen, denk ik even goed om nog te benoemen. Wat hebben jullie van andere systeemtechnologie geleerd over het integraal bestieren van zeer uiteenlopende risico's? Want nou, de boodschap is helder, dit moet over allerlei domeinen gaan, maar welke lessen nemen we dan mee over het verleden? Ja, eigenlijk onze aanbeveling van het coördinatiecentrum moet daar ook vooral in voorzien. En we zeggen dat is de eerste stap, want dat kan ons helpen om goed te zien, dat eigenlijk zijn we daar nog niet. Waar wordt nou eigenlijk AI gebruikt? Wat zijn de vraagstukken die daarbij spelen? Nou, dat centrum, ook in de vraag naar leiderschap, heeft die politieke verankering. Maar ook, Renske Leijten noemde het in het panel net, ook juist dat openbare gesprek is zo belangrijk. Dus een van de dingen die wij voorstellen, zo'n coördinatiecentrum zou bijvoorbeeld een jaarlijkse staat van AI kunnen schrijven. Onderwerp voor gesprek in het parlement. Mooi. En op die manier kan eigenlijk ook in de breedte veel meer geleerd worden. Want het klopt wat achter de vraag zit. Het is zo'n veelkoppig fenomeen, dat valt niet bij voorbaat af te bakenen. Aanvul ik nog daarop? Ja, ik heb hier eigenlijk niks op aan te vullen. Helemaal goed. En Louise van der Laan komt nog net met een vraag binnen. Hoe gaan we zorgen voor gelijke toegang tot het beleidsproces, ja, zodat de lobby van Big Tech niet de doorslag gaat geven? Dank, Louise. Sorry, ik zat ondertussen naar Louise, want ik zag dat zij vragen wilde gaan stellen. Dus ik het is niet fijn dat de menselijke component alsnog voorgaat menselijk in deze, toch? Dat de is fijn. Hoe gaan we zorgen voor gelijke toegang tot het beleidsproces, zodat de lobby van Big Tech niet de doorslag gaat geven? Nou ja, we hebben een van de opgaven is engagement. Wat wij vaststellen is dat er in ons land een aantal belangrijke groepen in het maatschappelijk middenveld is dat hier aan de bel trekt. A bit of freedom, privacy first. We hebben ook met ze gesproken. Tegelijkertijd stellen wij vast dat als je het hebt over vakbonden en tal van andere patiëntenverenigingen, dat zij nog een wereld te winnen hebben, maar dat ze dat niet alleen kunnen. Dat ze daarin gefaciliteerd moeten worden. Engagement is één van onze 5 opgaven. Geven we handen en voeten vanuit verschillende vormen van engagement. Meewerken, tegenwerken, et cetera. En dat is cruciaal om ook dat toch op het vizier te hebben als overheid. Omdat we deze opgave AI met elkaar moeten doen. Ik denk een geruststellende conclusie. Dank beiden, dank aan jullie team voor het harde werken aan dit rapport. We zijn nog niet aan het einde gekomen, maar ik wil vooral de vragenstellers ook online bedanken en ook vanuit de zaal. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar we nemen ze even mee naar het team, zodat we onder die vragen nog wel even een antwoord kunnen geven. En ongetwijfeld zijn ze ook te vinden in het rapport. Ik geef heel graag het woord van afsluiting aan Mark Bovens als raadslid van de WRR. Ja, dames en heren, normaal wordt zo'n presentatie altijd afgesloten door de voorzitter van de WRR. Maar omdat Corien Prins vandaag zeer betrokken is in alle opzichten, heb ik de eer om dat vandaag de zaak af te sluiten. Ik wil in de eerste plaats graag Marijke Roskam en de panelleden en alle vragenstellers hartelijk bedanken voor hun intensieve rol vanmiddag en voor de discussie. En ik wil ook heel graag de mensen, het team achter dit grote, mooie rapport, een van de mooiste en grote rapporten van de laatste jaren van de WRR in het zonnetje zetten. Dat is in de eerste plaats en dat de leden van het projectteam, Corien Prins, Haroun Scheik, maar ook Erik Schrijvers, Eline de Jong, Monique Steins en in een eerder stadium Rijer Paschier, Robert Wendt, ik weet dat hij meekijkt, en Huub Dijsselbloem. In de tweede plaats, u zult als u het rapport straks ziet, dan zult u zien, het is een enorm rijk rapport geworden, vol met bijzonder interessante feitjes en ook allerlei prachtige voorbeelden van toepassing van AI.
En dat konden we allemaal in dat rapport brengen, omdat we een fantastisch team hadden van briljante trainees en stagiairs. En een aantal daarvan is ook in de zaal aanwezig. En ik noem ze: Ivo Knotneres, Julia Stroop, Tycho Tax, Meerte Danklof, Hanneke Roodbeen, Bart Gulden, Jort Goudsmit, Jurgen Timmerman, Nina Serpenti, Tessel van Oorschouw en Riccardo Rapparini. En in de derde plaats ook heel veel dank aan de communicatieafdeling van de WER, die enorm hebben geholpen met de vormgeving van het rapport, maar ook de vormgeving van deze presentatie. Mag ik graag een heel ouderwets fysiek applaus voor dat team. Dank u wel. Dames en heren, in de afgelopen decennia heeft AI het lab verlaten en is de samenleving ingegaan. Dat vindt u uitgebreid beschreven in het rapport. Hetzelfde geldt nu eigenlijk ook voor het rapport zelf. In de afgelopen jaren, drie jaar, geen decennia, maar in de afgelopen drie jaar heeft het projectteam heel hard gewerkt aan dit rapport. En vandaag is de dag dat het rapport de samenleving ingaat. Dat is ook letterlijk het geval voor degenen die hier fysiek aanwezig zijn. Als u zo dadelijk de zaal verlaat en weer de samenleving ingaat, krijgt u het rapport fysiek overhandigd. En we hopen dat u het rapport dan ook uitdraagt en meeneemt de samenleving in. En voor de mensen die online aanwezig zijn via Slido, u kunt, en dat heeft u misschien al gedaan, u kunt het rapport al vanaf vanmiddag vinden op de website van de WER. Dames en heren, daarmee kom ik aan het eind van deze prachtige middag. Ik dank u allemaal heel erg voor uw aanwezigheid, fysiek en digitaal. En ik wens u heel veel leesplezier en vooral ook heel veel inspiratie. Dank u wel. APPLAUS